Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Hier even voorbeeld uit de editing. Ik ben vergeten de vlog te introduceren. Ik kom net in het volgende fragmentje kom ik net terug van mijn werk als schoonmaker bij Stadieper. Dus veel plezier met kijken. Hey, ik ben terug thuis. Even toch. Ik kom hier pakjes maken, want ik heb dingen verkocht op Vinted. En daar straks had ik ook met een leverancier afgesproken in de winkel, omdat er een fout was in mijn bestelling. Hallo, gisteren voor mijn verjaardag ben ik op kringlooptour geweest. Dus ik dacht, ik ga even laten zien wat ik mee heb. Maar ik ga eerst 2 seconden iets drinken. Ik heb dorst. Oké. Deze bloempot was 2 euro. Deze bloempot was 1 euro. Waarschijnlijk omdat er hier nog stikke resten zitten. Maar ik krijg dat al af met een beetje aceton of zo. Dit boek van Carry On van Rainbow Royal. Ik heb van haar al Fangirl gelezen, maar Carry On heb ik nog nooit van haar gelezen. Samen met het boek Schildpadden tot in het oneindige van John Green heb ik 1,10 euro betaald voor de boeken. Dus dat was echt goedkoop, want daar waren het, de boeken per kilo. Ook heb ik dit boek gekocht, De Moed van het Wees en Meisje. Deze heb ik gekocht omdat ik ongeveer een paar dagen geleden dit boek heb gelezen. Dit is het derde boek blijkbaar uit de serie. Deze heb ik toen gekocht. En nu heb ik het tweede boek uit de serie gekocht. Dus ik moet nog het eerste vinden. Maar zoals je kunt zien aan de bladwijzer in het boek, ben ik al bezig met het derde. En ik heb ook 2 kaders gekocht. Want mijn kaders zijn het aanbegeven. Dus deze 2. Deze was 50 cent en deze was 1 euro. Ook heb ik een aantal dingen voor mijn metekindje gekocht. Dit boekje. Vriendjes door Dick. Vriendjes dik en dun, groot en klein, lief en stout. En het is eigenlijk een boek met tegenstellingen. Het is echt een super mooi geïllustreerd boek. Deze is gemaakt door Alice Hoogstad en Hans Kuiper. Ook heb ik dit grappige en een beetje hekke paard mee voor mijn metekindje. Dit is gewoon leuk omdat het hout is. Het heeft zo hier allerlei dingetjes aan de zijkant. Het heeft zo grote ogen. Van die dingetjes hier, pootjes. En zo'n leuke friemelstaart. Het kan rijden en het is van het merk Janoschik of zoiets. Deze heb ik trouwens een keer opzoeken. Ik ben benieuwd wat het merk nog allemaal geeft. Dit paardje was trouwens 1 euro. Dit is een stapeltoren. Deze heb ik gekocht voor 50 cent. En volgens mij is het een stapeltoren voor in bad. Want hier van boven heb je super veel haatjes. En dan heb je hier een pinguïn met 4 verschillende haatjes. Hier een konijn met 2 verschillende haatjes. Deze walvis heeft er ook 2. En dit eentje heeft er ook 2. Maar het zijn allemaal verschillend qua grootte. Het is, staat ook gewoon leuk. En dan nog deze vrachtwagen. En hier heb je zo van die vormpjes in. Super schattig. En super mooi vormgegeven. En die kan je dan
op in het juiste vakje in de bus doen. Zo, en dat was mijn mini shoplog. Ik ben even mijn vlog aan het bewerken, want ik zit totaal niet meer op schema. Ja, die had ik ook nog gevonden gisteren. Dit is trouwens de Elsa. Gisteren heb ik cinnamon rolls gekregen van Have a Roll. Van mijn zusje. Ondertussen breng ik trouwens naar het Eurosong Festival aan het kijken. Naar de tweede halve finale die eigenlijk gisteren was. Maar gisteren was ik zo moe. Hallo, ik ben in de winkel. Daar straks heb ik twee Vinted pakketjes. Waar twee verschillende postpunten gebracht. En normaal moest ik ook nog een aangetekende brief halen. Maar daarvoor had ik geen tijd meer. Ik was ietsje te laat vertrokken daarvoor. Nu ben ik mijn Pokémon's aan het checken. Ik moet zeggen dat ik een beetje moe ben. Dat belooft aanzien dat vandaag mijn eerste werkdag in het museum was. Maar het is echt een super drukke week geweest met verschillende plannen. Dus ik zie er naar uit om volgende week gewoon af en toe ook gewoon eens te kunnen thuiskomen zonder dat ik nog ergens naartoe moet. En dan niet morgen, maar de zaterdag daarop vertrek ik met mijn zusje naar Denemarken. Wordt super leuk, we gaan met de auto. Ik ga waarschijnlijk niet vloggen, want ik wil er andere content rondmaken. Misschien ga ik nog 's morgens moeten werken, want een collega is ziek en ja. Ik kan wel uren kijken. Ik ben al een tijdje aan het kijken naar vlogcamera's, omdat deze nogal zijn kuren heeft, zoals je merkt. Maar vlogcamera's zijn echt wel wat geld. En dan denk ik, ja, deze filmt ook nog. Ik ben ook aan het denken om hem eventueel ergens binnen te brengen in een camerawinkel, maar... als het te duur uitkomt om het te fixen. Hallo, hier ben ik even uit de editing. Maar ik heb echt mijn vlog super abrupt gestopt. Dus gaan we dit hier goed maken. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doodles!